Goedenavond, ik ben Frederik Tak, de directeur van de eerste graad van het Spes-Dostra Instituut hier in Heulen. We hadden jullie graag in onze grote zaal ontvangen, zoals we dat elk jaar doen. Dan kunnen we mensen in de ogen kijken, kunnen we in gesprek gaan. Dat kan nu jammer genoeg eenmaal niet. Maar ik ben toch blij dat jullie zo talrijk achter jullie computerschermen zitten om dit infomoment te volgen. Wat staat er eigenlijk allemaal op het programma? We gaan eerst en vooral even de school voorstellen. Een paar sfeerbeelden tonen. Dan gaan we natuurlijk de structuur van onze school uiteenzetten. En we gaan vooral veel mensen aan het woord laten die normaal gezien op de infoavond komen en het zelf aan jullie vertellen. Dat ga je nu zien eerder achter een scherm. Maar toch gaan we tijd opnemen voor ontmoeting. We gaan zorgen dat jullie met mensen in gesprek kunnen gaan via Zoom. Maar eerst kijken we, zoals beloofd, naar een filmpje, de sfeer in Spes-Dostra. Ziezo, dat was kort even de sfeer opsnuiven in Spes-Dostra. Ik geef nu graag het woord aan mijn collega die het zal hebben over het pedagogisch project van de school en over de structuur van onze school. Ik neem jullie vanavond een stukje mee op weg doorheen onze schoolwerking. Wie zijn wij, waar staan wij voor en wat hebben wij allemaal te bieden op onze school? Onze laatstejaarsleerlingen hebben voor ons in een aantal werkwoorden onze werking samengevat. Ik neem er een paar uit. De leerlingen vinden het aangenaam dat er op onze school geluisterd wordt naar hen. Ze krijgen een stem en mogen over een aantal zaken mee nadenken. Ze worden ook voldoende gecoacht door leraren, klasseleraren, vertrouwensleraren, leerlingbegeleiders enzovoort. Het kan hier ook wel eens bruisen op onze school. Dat betekent dat we de lesactiviteiten wel even durven onderbreken voor iets aangenaams, voor een of andere festiviteit, een optreden, een show, een uitstap enzovoort. We zijn ook een school in beweging. We zijn een dynamische school die mee evolueert met haar tijd en die openstaat voor vernieuwingen.
Leerlingen gaven ook aan dat wij hen in de loop van de 6 jaar inspireren voor de toekomst. En dan nu naar de structuur van het secundair onderwijs. In de eerste graad kun je kiezen tussen een A-stroom en een B-stroom. In het tweede jaar spreekt men van een aantal basisopties. Straks legt mijn collega de eerste graad heel uitvoerig aan u uit. Wij kijken eerst even verder. Na de eerste graad heb je vanuit de A-stroom 2 keuzes. Ofwel kies je ervoor om een studierichting aan te vatten binnen de finaliteit doorstroom, ofwel kies je een studierichting met een dubbele finaliteit. De eerste keuze betekent dat je nog verder gaat doorstuderen na 6 jaar secundair onderwijs. Binnen die finaliteit doorstroom heb je dan nog eens de keuze tussen domeinoverschrijdende studierichtingen of domeingebonden studierichtingen. Dit zijn de vroegere ASO-TSO-KSO-richtingen. Kies je voor een dubbele finaliteitsrichting, dan heb je 2 keuzes. Na je 6 jaar secundair onderwijs kun je verder gaan studeren of ga je naar de arbeidsmarkt. Hier bevinden zich een aantal studierichtingen uit het huidige TSO-KSO-gebied. Vanuit de B-stroom kun je doorstromen naar de finaliteit arbeidsmarkt. Na 6 of 7 jaar secundair onderwijs ben je dan klaar om te gaan werken. Zo, ik geef nu het woord terug door aan mijn collega Frederik Tak. En nu gaan we even in detail verder hoe we de eerste graad heel concreet in onze school invullen. Wat betreft de eerste graad zal je overal in het katholiek onderwijs in Vlaanderen de indeling die je hier ziet terugvinden. Hier verschillen de scholen niet van elkaar. Zowel voor het eerste leerjaar A als het eerste leerjaar B zijn er 27 lesuren algemene vorming voor iedereen hetzelfde. En er zijn 5 differentiatieuren. Die differentiatieuren mag de school zelf invullen, maar wel volgens bepaalde principes. Straks meer daarover. Vanaf het tweede leerjaar zie je dat de basisvorming wat vermindert en dat de differentiatieuren verminderen om plaats te maken voor basisopties. We spreken in de lessen over basisdoelen en differentiële doelen. De basisdoelen zijn voor iedereen. De differentiële doelen, zoals de naam het zegt, verschillen. We spreken van verbredende doelen en verdiepende doelen. Verbredende doelen wekken de interesse op bij de leerling en zullen bepalend zijn voor de latere studiekeuze. De verdiepende doelen gaan de leerlingen eerder ondersteunen om tekorten bij te werken of net uitdagen om een sprong vooruit te maken. Je kan dus uitgedaagd worden om eerder abstract te denken of ook uitgedaagd worden om aan de andere kant praktisch te werken of te denken. Welke keuzes maakten we nu in Spes Nostra in de A-stroom? In de algemene vorming kiezen we in Spes Nostra voor 4 uur Frans. Dit is een keuze die de school moet maken. Er zijn ook scholen die kiezen voor 3 uur Frans en 1 uur Engels. Hier dus niet. We bieden wel de mogelijkheid om toch Engels te kiezen via CLIL of het proefpakket, waardoor je op meer lesuren uitkomt dan slechts 1 lesuur Engels. Ook het differentiatiepakket zal verschillen van school tot school. Wanneer je vergelijkt tussen scholen, dan zal je zien dat in de meeste scholen de invulling grotendeels dezelfde is. Er zijn vaak slechts enkele lichte verschillen. We bieden aan alle leerlingen hier 1 uur ICT aan, een proefpakket en een groeipakket. Alleen wie kiest voor klassieke talen, dat is Latijn, die krijgen geen proefpakket. Over de invulling hiervan hebben we het straks. In principe 1 keer per maand is er ook een uurtje WeTime. Dat zijn verbindende activiteiten met de klassenleraren. Dit uurtje vindt plaats na de lesuren op maandag. We bekijken nu even de lessentabel voor 1A, namelijk de 27 uur algemene vorming. Voor iedereen die 1A volgt dus. Merk op dat de leerlingen voor het vak geschiedenis en voor het vak mens en samenleving de lessen ook in een andere taal kunnen volgen. We noemen dit klilvakken. Straks meer daarover. Laten we nu even onze visie op het groeipakket verduidelijken.
Dit groeipakket biedt de school dus aan naast de algemene vorming, in de 5 uur keuzegedeelte dus. Een groeipakket, de naam zegt het zelf, doet de leerlingen groeien. We gaan hier dus verdiepen en remediëren. En we zetten vooral in op versterking voor Nederlands, Frans en wiskunde. We voorzien op die uren telkens ook een extra leraar. Zo worden de leerlingen opnieuw ingedeeld in groepen volgens ondersteuningsbehoeftes of uitdagingsnoden. En die uren staan parallel naast elkaar. Daarom spreken we van klasdoorbrekend werken in co-teaching. In een proefpakket gaan de leerlingen nieuwe interesses ontdekken, leren ze keuzevaardiger worden. Ze gaan dingen verkennen of verbreden hun interesses. Ook hier werken we klasdoorbrekend en gaan we de groepen opnieuw samenstellen. Het belangrijkste doel is dat de leerlingen kennis maken met de basisopties van het tweede jaar. In 1A in Spes Nostra heb je dus de keuze tussen 3 pakketten. Je kiest ofwel voor Latijn, je kiest voor STEM of je kiest voor Algemeen. In 1A Latijn kies je voor 4 uur proefpakket en er is geen groeipakket. In 1A STEM heb je 3 uur proefpakket en nog 1 uurtje groeipakket. Ze krijgen dus op week 1 1 uur Frans en op week 2 1 uur Nederlands. In 1A Algemeen krijgen alle leerlingen hetzelfde proefpakket. In een roulement van 8 weken proeven alle leerlingen van zowel design, economie, Engels als maatschappij. En ze krijgen ook 3 uur groeipakket. 1 uur Frans, 1 uur Nederlands en 1 uur wiskunde extra, waarbij er gedifferentieerd wordt. Sterke leerlingen worden hier uitgedaagd. Leerlingen die nog bijwerking nodig hebben, worden ondersteund. We tonen nu even een dia met een fragment uit de folder. En waarom zou je kiezen voor 1A Algemeen? Als je kiest voor 1A Algemeen, wil je vooral verdieping voor de algemene vakken Nederlands, Frans en wiskunde. En wil je daarboven een uurtje extra proeven van meerdere interessevelden. In het proefpakket Design, dat 8 weken in beslag neemt, werken we aan creativiteit via woord, beeld, klank, beweging en media. In het proefpakket Economie krijg je een initiatie in de sociaal-economische actualiteit. In het proefpakket Engels gaan we trainen op je communicatieve vaardigheden voor Engels. En tenslotte in het proefpakket Maatschappij maak je kennis met sociaal gedrag en menselijke relaties. Belangrijk om te weten is dat je in 1A Algemeen als ouder en als leerling de keuze hebt tussen accentklassen en plusklassen. In een accentklas krijgen de leerlingen meer verdieping en uitdaging. In een plusklas krijgen ze meer ondersteuning en herhaling. Alle klasgroepen realiseren wel dezelfde en alle leerplandoelstellingen. En waarom doen we dit? We willen alle leerlingen zoveel mogelijk groeikansen bieden. We grasduinen even verder in onze folder en we komen bij de richting Latijn. In Latijn krijgen de leerlingen geen groeipakket. Alle leerlingen die in de richting Latijn zitten, worden extra uitgedaagd. En waarom zou je kiezen voor Latijn? Waarschijnlijk omdat je sterk bent in talen en dat je houdt van cultuur en geschiedenis. En omdat je wil uitgedaagd worden in de algemene vakken. En tot slot kan je in de A-stroom in Spes Nostra ook kiezen voor STEM. Bij welk profiel leerlingen past deze richting? STEM is voor leerlingen die houden van wiskundige uitdaging. Voor leerlingen die geboeid zijn door techniek, ICT en programmeren. Voor leerlingen die graag wetenschappelijk onderzoek doen en samenwerken aan projecten hierover. En welke keuzes maakten we in Spes Nostra in de B-stroom? We bieden ook in 1B aan alle leerlingen 1 uur ICT aan en een proefpakket van 4 uur. Ook hier maken de leerlingen kennis met enkele basisopties. Ze krijgen 1 uur retail, 1 uur verzorging, 1 uur voeding en 1 uur crea. En we mogen natuurlijk het uurtje WeTime niet vergeten dat ze elke maand krijgen. Dat zijn die verbindende activiteiten met de klasleraren. En het is dat uurtje dat plaatsvindt na de lesuren op maandag 1 keer per maand. We bekijken nu even de lessentabel voor 1B van naderbij. En in eerste instantie de 27 uur algemene vorming. Je ziet dat heel wat vakken in een project gestopt werden.
Leraren gaan de leerlingen voor die vakken in duo bijna individueel gaan begeleiden. En we doen dit voor Engels, Frans, maatschappelijke vorming, natuur en ruimte, Nederlands en wiskunde. En bekijken we nu even ook die 4 uur proefpakket van telkens 1 uur. In het uurtje CREA werken we aan creativiteit via beeld en materialen. In het uurtje retail maken de leerlingen kennis met de verkoopsector. In het uurtje verzorging leren ze iets over lichaamsverzorging en gezonde lifestyle. En in het uurtje voeding leren we hen maaltijden bereiden. Maar we willen zeker ook onze leerlingen aan het woord laten. Zij weten best hoe het verloopt in de eerste graad. En we luisteren even naar leerlingen uit de richting 1B, 1 Latijn, 1 STEM en 1 Algemeen. In 1 Algemeen leren we echt een heleboel dingen. Onze hoofdvakken zijn Nederlands, Frans, wiskunde en nog een heleboel andere vakken. Je hebt dan ook nog proefpakket. In proefpakket leren we economie, maatschappij, design en Engels. Ik ben naar Spes Nostra gekomen omdat ik van veel mensen heb gehoord dat het hier superleuk was. Dus ik hoop om jullie volgend jaar te zien. Tot ziens! Ik zit in 1B. Ik heb de richting B zo gekozen omdat A zo'n beetje te moeilijk is voor mij. We hebben een speciaal vak in 1B, dat is project. We krijgen dus 5 vakken van de leerkrachten. En dat zijn eigenlijk taken en dat moet tegen vrijdag klaar zijn. Ik heb Latijn gekozen omdat ik dan een betere voorbereiding heb op andere talen. Latijn bestaat eigenlijk uit 4 vakken. Grammatica, dat is de taal wat dat jullie nu krijgen in het lager. Woordenschat, dat zijn dagelijks een aantal woordjes leren om dan de volgende dag er een toets van te hebben. Lectuur, dat zijn de teksten vertalen. En cultuur, dat is alles over de verleden tijd en de tijd van de Grieken en de Romeinen. Hallo, wij kozen allebei voor STEM-project. In STEM heb je te maken met wiskunde, maar ook met handwerk. Wij lossen wiskundige problemen op. Samen met ons groepje zitten we samen en zoeken we naar een oplossing. Daarna werken we het uit. Ik volg de richting 1B omdat wiskunde veel moeilijker is voor mij dan andere kindjes. Ik ben naar deze school gekomen omdat mijn broer en mijn zus hier zitten. En omdat het dicht bij mijn huis is. Ik heb gekozen voor de richting STEM, omdat je daar veel kan bijleren en veel mogelijke toekomstige richtingen kunt pakken. Deze school is perfect voor STEM als je later in de hogere scholen wilt gaan. Ik vind het hier super leuk. Ik leer hier Frans, proefpakket, geschiedenis, techniek, godsdienst en nog veel meer andere leuke vakken. Het is hier super tof. En alle leraren zijn super aardig tegen iedereen. Latijn is eigenlijk meer te weten komen over de Romeinse cultuur, woordenschat leren en teksten vertalen. Ik heb Latijn gekozen omwille van het feit dat ik dan meer kinderen met dezelfde ambities en interesses zou ontmoeten. Ik vind Latijn tof omdat je een zekere regelmaat kweekt door je woordjes iedere dag te moeten oefenen en omdat je meer te weten komt over het badhuis en de gladiatorengevechten. En dan stellen we nu graag ons KLIL-traject voor. KLIL staat voor Content Language Integrated Learning. Dat houdt in dat een zaakvak in een andere taal gegeven wordt. Meestal is dat Engels, Frans of Duits. De bedoeling is dat de leerlingen al van jongs af aan in een andere taal leren denken. Dat helpt hen dan om later, als ze verder studeren, makkelijker cursussen te kunnen volgen in een andere taal. Welk aanbod hebben we nu in onze eigen school? Leerlingen die in het eerste jaar zitten, kunnen kiezen om geschiedenis te volgen in het Frans. En we doen dat voor de leerlingen die 1A Latijn kiezen of 1A STEM. De leerlingen kunnen ook kiezen voor geschiedenis in het Engels. Dat is dan voor de leerlingen die in 1A Algemeen zitten. In elk geval, als leerlingen kiezen voor KLIL, hebben ze allemaal het vak Mens en Samenleving in het Engels. En we zetten ons KLIL-traject dan later verder in het tweede jaar, waar geschiedenis in het Engels gegeven wordt, in de tweede graad, waar geschiedenis ook nog in het Engels gegeven wordt, want er zijn ook KLIL-modules en KLIL-projecten in de laatste jaren.
Hello, my name is Mr. Kazir. Ik ben de CLIEL-leraar in de eerste graad. Geschiedenis geef ik dan in het Engels. CLIEL staat voor Content Language Integrated Learning. Dat betekent dat we eigenlijk in een zaakvak een andere taal gaan toevoegen. In mijn geval is dat Engels. We laten de leerlingen natuurlijk niet aan hun lot over, want we gaan scaffolden. We voorzien eigenlijk een structuur waarbinnen ze kunnen werken. Er wordt extra woordenschat aangereikt en zo verder. Bovendien zien we ook dat de resultaten hier helemaal niet onder lijden. Integendeel, de leerlingen raken sterk gemotiveerd voor het vak en zijn vaak niet afgeleid omdat ze alle aandacht nodig hebben om te begrijpen wat er vooraan gebeurt. Het vraagt energie, het vraagt doorzettingsvermogen, want de leerlingen in de CLIEL Histoire les, die moeten niet alleen naar de leraar luisteren, maar die moeten ook de leraar goed in de gaten houden, want ik herhaal heel wat dingen. Ik verwoord het eens met een andere zin, met een ander woord, met een ander begrip. En daarbij toon ik het ook nog. Ik beeld dingen uit, ik duid dingen aan in de cursus, op het blad. Dus zij moeten niet alleen luisteren, maar mij heel goed in de gaten houden. En dat vraagt natuurlijk veel aandacht. Wie kiest er nu best voor CLIEL Histoire? Wel, natuurlijk best leerlingen die geboeid zijn door vreemde talen. Ik bemerk ook dat naar het einde van de basisschool heel wat leerlingen wat op hun honger blijven zitten. Zij hebben een nieuwe uitdaging nodig. Ze staan te trappelen om aan dat middelbaar te beginnen. Wel, daarom is CLIEL Histoire een uitstekende kans om die uitdaging te grijpen. Leerlingbegeleiding vinden wij heel belangrijk. In Spes Nostra hebben we een lange traditie van zorg op school. We laten nu even onze leerlingenbegeleiders aan het woord. In september zullen heel wat kinderen de overstap maken van het lager onderwijs naar het middelbaar onderwijs. Uiteraard een heel spannend moment voor de kinderen, maar ook voor de ouders. Maar wij staan met ons volledige schoolteam klaar om de overstap zo vlot mogelijk te laten verlopen. Wij willen dat de kinderen zich goed voelen op onze school, zowel op studievlak, op medisch vlak en ook op socio-emotioneel vlak. Naast het zich goed voelen bij ons op school is het ook belangrijk dat de leerlingen leren leren, want dat is ook voor hen een heel grote stap. We hebben daar aandacht voor in iedere les, maar we willen hen ook zo goed mogelijk begeleiden om hun eigen studiemethode te vinden. Hoe kunnen we dat realiseren? In eerste plaats is het ook nodig op het schoolse dat ze geëvalueerd worden. En dan gaan we ook heel vaak in communicatie, zowel met ouders als met leerlingen, om hen zo goed mogelijk te leren kennen. Op basis daarvan kunnen we dan ook gaan differentiëren. Wij willen samen met jullie zorg dragen voor de kinderen en daarom vinden wij communicatie heel belangrijk. Wij gaan heel vlug contact opnemen met jullie als wij vinden dat dat nodig is en wij vragen ook aan jullie om dat heel snel te doen vanuit jullie kant. Mocht er een zorgvraag zijn, dan vragen wij ook om zo vlug mogelijk contact op te nemen met de leerlingbegeleiding. Dan kan er zo snel mogelijk ook een begeleidingsplan opgemaakt worden. De tijd dat de directie en de leraren alles voor het zeggen hadden in school, die is al lang voorbij. We vinden inspraak ook belangrijk. En daarom hebben we ook in Spes Nostra een leerlingenraad en zelfs vanaf het eerste jaar. Dus leerlingen kunnen aansluiten vanaf het eerste jaar in de leerlingenraad en hebben zo inspraak op school. Ziezo, jullie hebben al heel wat informatie gekregen. We gaan nu even verder kijken hoe je ons kunt contacteren.